Dennis Rodman is een van de bekendste basketballers aller tijden. Onder andere vanwege zijn extravagante levensstijl. De hele rits aan mooie vrouwen die hij heeft gehad. En zijn bizarre uiterlijk. Is het een agressief type of is het een hele lieve jongen? Als je zijn boek gelezen hebt, dan zou ik zeggen dat hij uiteindelijk van beide wat heeft. Hè? Denkt u dat Dennis Rodman, als ik hem zo meteen wat gekke vragen stel, dat hij me heel laat of dat hij me even komt opzoeken? Nou, hangt er vanaf of hij tegen je voorgevel kan of niet. Is het een aardige gast of een agressief iemand? Nee, ik denk niet agressief, maar misschien wel vroeger, maar nu niet. Hè? Denkt u dat die journalisten met lastige vragen heel laat? Ik hoop het voor jou van niet. Of van wel. Zeg, ik kan je altijd gebruiken als breakfast. Als ik de verhalen hier mag geloven, kan het daar binnen nog wel eens heel erg lastig gaan worden. Ik ben benieuwd. Nou, hier komt zometeen heel de NBA te zitten. Jared Mustaf, Matt Rosner. Maar bij één man staan alle microfoons en dat is Dennis Rodman. We zijn hier in het stadhuis van Antwerpen in een prachtige zaal. Echt aan de muur de meest fantastische schilderijen. Het is even wat anders dan Madison Square Garden in New York. Als er zo'n limousine over de markt van Antwerpen komt rijden, dan weet je het wel. Dan komt er een bijzonder iemand aan. Kijk, zijn voeten zitten dus daar. Zijn hoofd zit daar achter ergens. It's quite a big entrance, man. No, it's not, dude. This is custom in the US. Do you ever get into fights with journalists? Because I might ask you a question there. And, I mean, you have to be sure. Nah, I don't. It doesn't bother me. Okay. Yeah, you ask me anything. Kijk hem daar nou zitten met zijn zonnebril en zijn pet en zijn piercing. Het is wel echt een coole motherfucker. Do you still have pink balls? Do you still have in your fingers in your butt? Not the balls, I mean. Mr. Rodman, you're really vocal about animal rights. Oh no, you're supportive of animal rights. You mean PETA? PETA, yeah. I do believe in PETA. I think that they're doing a great, great job. They do piss a lot of people off. So on one hand, you're really supportive of animal rights, and on the other hand, you're always hunting for women. Is that to compensate or not? So you ask me all these questions, huh? Oh, yeah. No, not really. You know, I've lost a lot of money over women. Really? You know, I should become gay, but I'm not. You lost a lot of money over women? Mm-hmm. And gambling. It's gambling, so. But you still do both? Well, why not, huh? One more question. Could you show us your eyes? It's in a straight drawer. Put that in the paper. Ik weet dat die man van dierenrechten houdt, dus ik kan natuurlijk niet met leren schoenen voor hem aankomen. Ik denk, ik neem een paar klompen mee. Vindt hij vast leuk. Kijk of ik die zo even aan hem kan geven. No animals were harmed during the making of these shoes. I used to have these when I was a kid. Yeah? Yeah. You know, next week Sinterklaas is coming to the country. He's the Dutch Santa Claus. And you can put him in front of the fireplace. And then there's going to be, well, it's a pretty big shoe, so it's going to be loaded with presents and everything. Chocolate, candies. When is this, tomorrow? He's coming next Saturday, so maybe Sinterklaas. Vergeet Dennis Rodman niet, okay? Put him in front of the fireplace in the Netherlands. Okay. And some chocolate will be in it next morning. We'll find out. Yeah? Yeah, we'll find out. Let's put a couple of girls in the